Hallo. Hallo. Hey. Alles goed? Oh my god, het is zo mooi. En zoals jullie kunnen zien is mijn haar een pakje blonder. Ik ben de laatste tijd misschien een beetje afwezig op mijn social media kanalen. Dat heeft ook een reden. Hi guys, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn net toegekomen in Amsterdam en we zijn net ingecheckt in ons hotel, in het Amstel Hotel. Het is een heel gezellig hotel. Onze kamer is ook echt super chill. Dus zeker een aanrader voor als jullie ooit naar Amsterdam komen en je weet waar dat jullie een goed hotel moeten vinden, is dit echt wel een aanrader. Ik ga jullie subiet ook even een roomtour tonen. Wij zijn hier eigenlijk met Vix en familie en mijn familie, want wij gaan morgen naar een concert van de Toppers en we hebben er super veel zin in. Dat zijn eigenlijk van die bandjes, een soort van slagerfestival en zij, ja, doen zo van alle medleys, van verschillende nummers, ook zo 90s muziek, echt een beetje van alles. Dus ja, heel leuk en mijn ouders zijn keigrote fan, dus ja. Die zijn al een paar jaar geleden keer geweest, maar nu wouden ze terugkomen. Dus we hebben er een tripje van gemaakt, heel gezellig. Dus vanavond gaan wij eten in The Secret Garden. Dat is blijkbaar een nieuw restaurant hier. Ik heb blijkbaar al van veel mensen gehoord dat dat hier echt top is in Amsterdam. Dus ja, en morgen gaan we denk ik een beetje rondwandelen. Gaan wij ook een bootje huren, denk ik. Dat is altijd keileuk in Amsterdam. Ik heb een heel leuk setje, een heel leuk pak gevonden vandaag. In Antwerpen eigenlijk. En ik ga jullie mijn outfit tonen wat ik nu aan heb. En dus ook onze kamer, want het is echt heel tof, onze kamer. Dus eerst en vooral, dit is de inkom. Mijn valies ligt hier nog helemaal op zijn kop. Het is dus heel old vibe. En het heeft echt een leuke vibe. Ik hou van deze vibe, omdat dat gewoon heel gezellig is. Hier is de badkamer. We hebben ook echt een grote badkamer, een douche. Ja, Victor komt hier nu al zot van. Dat ik weer de helft van de pompbak inneem en hij gewoon dit alleen. Dus ja, dit is onze badkamer. Dan hebben we hier het bed. Ook weer zo dezelfde sfeer. Echt heel tof. En hier heb ik al een paar spullen gelegd. Dus mijn jas. Hier ook al een paar botjes. En dan ook een setje van de Zara. En ja, dit zijn natuurlijk de rest van mijn spullen dat eruit moeten. Maar dat ga ik straks doen. Ik ga jullie nu even tonen wat dat ik aan heb. Het is een heel leuk pak. En het is ook zo lekker comfy. Het is eigenlijk een heel tof pak om te dragen. Dus dit is de outfit. En ja, het is wel een beetje oversized, de broek. Maar ik vond het wel een heel coole fit. Dus ik dacht, dit is het gewoon. En dit is van het merkje Stella Nova, als ik mij niet vergis. Ik ga straks nog eens checken. Mijn loafers zijn van Gucci. Ik heb er sokken in aan, omdat ik het wel wat koud had vandaag. Maar die lopen ook fantastisch goed. Zo met ook vacht in. En mijn topje is van Edited. Dat is echt een heel, heel tof merk. Dat heb ik ook vandaag gevonden. En ja, ik vond dat gewoon een keer een ander pulletje dan anders. Want meestal draag ik altijd van die toe-pullen. Maar deze vond ik echt wel een keer leuk. Dit soort topje heb ik dus nog niet in mijn kast. Dus dat vond ik wel leuk. En dat is trouwens van hetzelfde merk van de Edited als deze jas, die dat ik ook wel echt veel aandoe. Maar dan is daar eigenlijk nog een blazer bij en dat ga ik nu tonen. Dus ik heb eigenlijk dezelfde blazer als de broek erbij. En die ziet er zo uit, dus ik ga die toeknopen. Dus ziezo, ik heb nu de blazer aan op de broek en zo ziet het setje eruit. En ik vind dat met die top echt heel, heel cool. Het is niet van hetzelfde merk, maar ik vond het gewoon gecombineerd heel tof. En het is eigenlijk hetzelfde grijs als de blazer. Dus ja, dit is de outfit van de dag. Ik had dit aan om naar hier te komen. En ja, ik vind het heel leuk. Ik denk dat het een merk is uit Kopenhagen. Het is wel zo wat arty, but I like. Dus ja, dit was de look. Ik ga nu naar de bar, want Vic die is aan het wachten op mij. Altijd als ik aan het vloggen ben of de ruimte wil vloggen, dan heb ik altijd zoiets van zo wat awkward, dus vertrek al maar naar de bar. En nu zit hij te vragen, waar ben je dan?
Dus, ik ga nu vertrekken, want die zit al even op mij te wachten. En ik ga mij vanavond wel nog omkleden, want ik ga een iets gekleerdere hak aandoen. Eigenlijk een andere look, omdat het toch wel een vrij hip restaurant is. Dus vandaar dat ik mij nog even ga omkleden straks. Wij zijn net terug op onze kamer en ik heb me omgekleed, want wij gaan zo meteen vertrekken naar het restaurant, The Secret Garden. En ik heb mij omgekleed. Ik heb een andere outfit aan, een iets meer opgeklede outfit om vanavond te gaan eten. En nadien gaan wij vertrekken, want het is nu 8:15 en we moeten rond 9:00 daar zijn. Ik toon jullie even mijn outfit. Dus ik heb mijn Balenciaga boots aan. Dan heb ik deze handtas erbij aan. Dit rokje is dus van de Zara. Het is zo, ja, een iets gepofter rokje. Maar het is echt heel leuk aan, vind ik. Mijn topje is ook gewoon van de Zara. En mijn blazer is van Acne Studios. Dit is de outfit. En ik ga daar nog mijn lakleren jas op aandoen. Want het is echt super koud buiten. En dit is de outfit. En dan gaan wij zo meteen vertrekken naar het restaurant. Ik heb mijn lippen gelined met een lippotlood van Morphe, noemt het. Ik had dat ook eerder wel getoond in mijn make-up tutorial. Maar ik ga het jullie nu even nog eens tonen, want ik vind dat echt een heel goed... dat is een heel goede lipliner gewoon. Dus vandaar... dat ik hem nog eens toon. Ik moet hem wel even vinden alleen. En dat is dus deze. Die heb ik gebruikt. Die heb ik nu op mijn lippen. En die noemt Love Bite van Morphe. En ik vind het een heel goed merk voor lipglosses en lipsticks gewoon in het algemeen. En daarover heb ik natuurlijk, ja, degene dat ik heel veel op doe, die van Fenty Beauty. En deze is dus Gloss Bomb van Fenty Glow, noemt die. En die is ook echt top, een heel mooie kleur. Ik heb niet te veel met mijn haar gedaan. Ik heb het eigenlijk gewoon in een staart gedaan, omdat ik niet zoveel zin had om mijn haar nog te krullen. Maar we zijn klaar om te vertrekken. Ik heb er super veel zin in en ik kijk er echt keihard naar uit. En mama is al goed ingepakt. Looking good. Het is hier echt super zoet omdat het Black Friday is vandaag. Ja, dat is gewoon de zondag van het jaar. En ja, de meeste kortingen. Dus iedereen gaat nu naar de winkels om te shoppen. Wij ook onder andere. En het is hier heel grauw. Niet zo mooi weer. Maar het bootje was wel heel tof. Ja, het is super leuk. We hebben een beetje uitleg gekregen over Amsterdam en zo. Dus wel leuk. En nu zijn we aan het Rijksmuseum. Good evening. Ik heb mij klaargemaakt om te vertrekken naar de toppers. En dit is de outfit geworden. Het thema is dus flower power. Maar eigenlijk weten we pas sinds een uur dat het Touch of Purple is. Dus eigenlijk dat de main color dus purple is. Maar dat is dus helaas niet gelukt. Want ik heb eigenlijk het meeste in het roos aan. Dus ik toon het jullie even. Dit is dus in de badkamerspiegel. Zoals jullie kunnen zien, ja, deze poncho had ik nog van Coachella.
En die dacht ik van, oh ja, die lag nog in mijn kast, dus die kan ik wel eigenlijk aandoen. Ik ga even de total look tonen in de spiegel. En dan moeten we echt vertrekken, want Vic stuurt net dat de busjes staan te wachten. Dus I need to hurry up. Dus ik heb gewoon een zwarte, simpele, geklede broek van de Zara aan. Mijn schoenen zijn van Yves Saint Laurent. Ik heb die nog in twee andere kleuren, omdat ik vind dat die gewoon super makkelijk zitten. Krijg ik geen zeer voeten in, dus dit is ideaal voor vanavond. Mijn top is van Dolce & Gabbana. En dan heb ik deze cardigan... poncho van Lovies en deze is van Hermes. En dan heb ik mijn haar zo gekruld omdat ik dat wel bij het thema passen vond. En ik heb mijn iPhone hier aan een koordje rond mij, omdat dat dus makkelijker is, dan krijg ik die niet kwijt. Dit hoesje is trouwens van Atelier. Dat heb ik vandaag hier in het hotel toegestuurd gekregen. Echt super lief van hun. Echt een heel leuk hoesje. En ze hebben allemaal verschillende dingen dat je er dus kunt aanhangen. Heel leuk. Maar ik ga nu vertrekken, want iedereen staat te wachten op mij. Ik kijk er echt al heel erg naar uit. Het is de eerste keer dat ik er naartoe ga. Dus ja, ik heb er zin in. We zijn gisteren dus naar het concert geweest van de Toppers. En dat was heel, heel leuk. We waren echt geamuseerd. Het is er echt heel koud vandaag. En ik denk dat ik zo meteen een muts en handschoenen ga kopen. Want ik bevries echt. Ik had niet gedacht dat het zo koud ging zijn. Het is eigenlijk kouder dan gisteren. Maar wij gaan nu lunchen in George Café. Aan de grachten. Het is een heel, heel leuk restje. Om te gaan lunchen en jullie hebben ook, allee, er is ook een terras hier aan, maar ik denk dat wij binnen gaan zitten aangezien dat het zo koud is en we zijn er net, dus ik neem jullie mee. Wij zijn sinds gisteravond terug van Amsterdam en ik ben aan het wandelen naar Jochen, mijn kapper, want ik ga mijn haar kleuren. Ik denk dat ik het iets lichter ga doen, iets blonder, want ik vind mijn haar nu nogal donker. Dan gaan we ook een beetje knippen, want het is echt heel lang geleden dat ik mijn haar heb geknipt. Dus ja, ik ben er net. Ik heb echt anderhalf uur gereden. Het is nu 9:00. Ik kom helemaal van Leuven, dus vandaar. Ik heb er zin in. Ik ben net terug thuis en zoals jullie kunnen zien is mijn haar toch wel een pakje blonder. Ik vind het wel nog een beetje wennen. Ik moet eraan wennen. Want ik had dus heel donkerbruin haar en nu zitten er wel van die lichte meshes in. Ik vind het wel mooi omdat het een beetje meer opklaart in mijn gezicht, zeg maar. Want nu in de winter zie ik altijd iets bleker uit. Maar bon, ja, een nieuw kleurtje.
Het is heel lang geleden dat ik eigenlijk zo'n blonde meshes in mijn haar heb getrokken. Maar ik vind het toch wel iets hebben. Ik dacht, we proberen het gewoon eens. Ik ga nu nog een beetje verder werken, want wij vertrekken dus binnenkort naar New York. En ik heb er kei veel zin in. Ik heb dus eigenlijk een shoot georganiseerd in New York. Ik dacht gewoon, ja, dat lijkt mij een kei leuke plek om professionele foto's te maken. Dus dat gaan wij doen. Ik denk dat ik één voormiddag allemaal shots ga nemen van verschillende outfits. Die dat ik dan kan posten of gebruiken voor mijn social media. Dus dat is een beetje het plan. Maar daar kruipt heel veel werk in en heel veel voorbereiding ook. Omdat ik toch wel ook heb moeten rondhoren bij een paar fotografen. Van oké, wat is hun prijs daarvoor? Hoe werken zij? Wat voor stijl fotograferen zij? Want ik vind dat wel belangrijk om te weten. En dan natuurlijk ook de outfits. Dus dat is eigenlijk nog zo wat het enigste dat ik vanavond ga doen. Ik vind dat zo raar dat het zo snel donker wordt. Ik vind het ook een beetje eng. Ik ben ook echt niet graag alleen thuis. Ik vind dat altijd wat een... Ja, dat geeft mij zo een onveilig gevoel omdat er niemand in huis is. Maar bon. Ik had trouwens een heel cool hemd besteld. Ik had het hemd al van Alexander Wang. Dat is het hemdje waar dat heel veel reactie op kwam op mijn story. Denk een aantal maanden geleden. En ik heb dat nu ook in het wit besteld. En ja, dat is eigenlijk een betaalbaar hemd. En het is echt heel leuk. De fitting, de fit van het hemd is ook wel heel tof. Ik toon het even. Het ziet er zo uit. Dus dit is het witte, het nieuwe dat ik nu heb gekocht. En ik heb hem dus ook in het blauw. Zo ziet hij eruit. En het is dus inderdaad heel strak in de taille. Dus dat is wel heel, heel mooi aan. En ik heb dat dus ook in het wit besteld, omdat ik dat net zoveel aandoe. Ik heb hier ook mijn computer liggen, want ik ga nu nog even werken aan mijn bureau. Ik werk eigenlijk meestal beneden aan de grote tafel. Maar papa die heeft hier zo meteen nog een afspraak met een architect, dus ik ga mij denk ik even boven zetten om verder te werken. Dus meestal als ik mijn styling doe, werk ik eigenlijk mijn moodboard. Daar ben ik nu eigenlijk aan bezig om dat te maken. En dat is eigenlijk, ja, dat maakt het ook makkelijker voor mijn stylisten om daarmee te werken, om te zien welke kleuren dat ik leuk vind, om te combineren. Zij replyt er dan op. Zij maakt ook een moodboard, hoe dat zij mijn stijl ziet. Dus dat is wel heel makkelijk om zo samen te werken. Ik had hier ook nog een pakket toegestuurd. Ja, ik heb dat besteld online, maar eigenlijk al een tijdje geleden. Maar ik ga het wel eens openmaken, omdat ik benieuwd ben. Ja, ik denk dat het hemd is van de Attico. Maar ik weet niet of dat gaat passen. Ik had dat ergens gezien op... iemand had dat aan op Instagram, denk ik. En ik vond dat wel echt een cool hemd. Oh, het is wel mooi. Dus dit is het hemd. Het is wel vrij groot, denk ik. Oké, ik ga het eens aandoen en ik ga jullie eens tonen hoe dat het eruit ziet. Maar ik denk dat het eigenlijk veel te groot gaat zijn. But let's try. Oké, ik heb het hemd even aangedaan. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar het is nogal speciaal. En ik denk om te eten dat het absoluut een no-go is, want dat dit heel de tijd gewoon in uw bord gaat slingeren. Dus nee, ik vind het precies toch niet echt zo wauw. De fit ook niet echt. Ja, sorry, ik heb een kousenbroek aan. Misschien op een jeans met een hak of zo, dat wel cool kan zijn. Maar ik weet gewoon nu al dat ik me hieraan ga irriteren. Dus ik weet het eigenlijk nog niet zo heel goed wat ik ermee ga doen. Ik denk dat ik het ga terugsturen. Ik ga straks eens vragen aan mijn mama, want mijn mama die heeft altijd wel echt een heel eerlijke mening. Dus die kan mij dan altijd wel helpen. Zij is echt de beïnvloedende factor. En zij is echt degene die dat gaat beslissen of dat ik dit ga bijhouden of niet. Dus ja, ik ga nu nog een beetje werken en dan zie ik jullie morgen terug. Tot morgen. Good morning. Ik ga zo meteen vertrekken naar kantoor. Ik heb mij net klaargemaakt. Ik zal zo meteen ook even tonen wat dat ik aan heb vandaag. Mijn hele outfit is eigenlijk van de Zara. En ik vond deze pull ook gewoon een heel leuke kleur. Het is een groene pull. En daaronder heb ik een zwarte cargo broek aan. En die zal ik zo meteen helemaal tonen in de spiegel. Maar ik heb dus een aantal PR pakketjes ontvangen. En ik dacht misschien is het leuk om die in deze vlog te unboxen met jullie. Er zit heel veel variatie tussen. Dus ja, nee, niet veel variatie. Maar eigenlijk is het alleen make-up en skincare.
En ik dacht, misschien is het leuk om dit samen met jullie te unboxen. Ik heb ook een pakketje gekregen van een van mijn favoriete parfums. Dus ja, die ga ik zo meteen ook tonen aan jullie, welke dat is en van welk merk. En vanavond is het ook de eerste match van het WK waar dat de Rode Duivels spelen. En ik vind dat eigenlijk wel altijd een leuke sfeer. Dus wij gaan vanavond ook zeker kijken met z'n allen. Ik zou zeggen, ik ga beginnen met mijn pakketjes te unboxen. Ik heb er twee ontvangen van La Mer. Ik vind dat een supergoed skincare merk. Dus ja, ik vind het gewoon altijd heel leuk om van hun iets te ontvangen. De eerste is deze box. Het is eigenlijk de moisturizer dat ze mij hebben opgestuurd. Maar het is zo in een soort, ja, een vorm van een boek. Wel heel cool gedaan. En dan doe je die open en hier is de crème. En het is dus de populaire moisturizing cream van La Mer. Ik wou die altijd zelf wel eens testen. En nu kan ik hem eindelijk testen. Dus ik ga vanavond meteen deze opdoen voor het slapen gaan. Er zit dan ook zo een lepeltje bij om dat dan op je handen aan te brengen. En dan zitten er eigenlijk nog wel stijltjes bij. Dus een lotion, een gel cream en een soft cream. Dus ik ga ze er eigenlijk allemaal uithalen, want anders vergeet ik dat erin zat. En dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Maar het is niet zo evident om ze eruit te halen. Voilà. Dan heb ik zo wat tekeningen erbij gehad van La Mer zelf. Ook wel echt heel artistiek, heel mooi. Dan hebben we een ander pakketje van La Mer. Dit is echt heel schattig ingepakt. Met mijn naam, Sarah. Schattig. Ik ben benieuwd wat dat erin zit. Wow, er zit wel nog veel in eigenlijk. Zo tof. Oh my god, er zit een face roller bij. Geweldig. Dus een olie zit erin. Voor de huid. Deze. Dan zit er ook een lotion in. Ook heel tof. Dan zit er een cleansing foam in. Dus dat is voor je make-up eraf te halen. Ook altijd super handig. En dan hebben we ook dus de moisturizing cream. Die dat ik daarnet eigenlijk tonen aan jullie, die grote pot. En dan hebben we Eye Concentrate Cream. Ook heel nice om te gebruiken. En dan ga ik dus eens zien wat er hierin steekt. Maar het is dus een mini eye roller, denk ik. Massage roller voor je gezicht, heb ik. Oh my god, het is zo mooi. Moet ik dit zo doen? Ik denk het wel. Oh ja, cool. En hier staat op de Cooling Renewal Eye Gels. Oké, dus ik veronderstel dus dat dat heel koud moet zijn vooraleer dat je dat aanbrengt. Op je gezicht, allee, onder je ogen. Ah ja, dus dan moet je eigenlijk zo liggen in je bed. Ah, love it. Oké, deze ga ik zeker testen. Oké, super tof. Kei leuk pakket, ik ben er echt blij mee. Dan gaan we over naar het volgende. Ik ga dit wel even terugsteken, dat ik morgen een mooie story voor hem kan maken. Ziezo. Het volgende pakketje is van Kilian. Dus een van mijn toch favoriete parfummerken. Ze hebben echt zeer speciale geuren. Dus ik ben heel benieuwd welke dat het is. En deze noemt Sacred Woods. Die heb ik nog nooit opgedaan, maar ik ben wel heel benieuwd. En er zit ook een kaartje bij. Super lief. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat hij ruikt. Maar die hebben altijd zo mooie flessen. Echt heel tof. Ik ga eens ruiken. Lekker fris, maar toch ook zo aan de zwaardere kant. Is wel heel, heel lekker. Echt top, top, top. Ah, ik ben kei blij. Ik ben altijd kei blij met nieuw parfum en productjes. Dus als je nog een goede parfum zoekt, dan is Kilian wel echt een heel goed merk, omdat dat ook vrij speciaal is van geuren. Dat is ook weer iets anders dan anders. Dan komen we aan het volgende pakketje. En dit is van Lancôme. Kei lief, lieve Sarah hier bij de Sales Booster en routine voor stralende wimpers.
schattig. Ja, ik ben heel, heel grote fan van Lancôme. Hun mascara's, hun Sils Booster dan onder andere. Dus ik had dat ook wel al een paar keer vermeld. Dat ik dat heel graag gebruik. Dus ik denk vandaar dat ze een pakket hebben opgestuurd. Super tof. En het is dus in zo'n doosje. Leuk. En dan doe je het open met een spiegel. En daar zit het altijd al in. Cool. Ook heel handig om mee op vakantie te nemen. Dan hang je dat gewoon zo in je badkamer aan iets. En dan kun je elke ochtend zo pakken wat je nodig hebt. Epic. Super cool. Dus zoals ik al zei, die Sils Booster. Dit is eigenlijk een heel goede serum. Dat ervoor zorgt dat je wimpers dus heel snel groeien. Die gebruik ik wel echt al een tijdje. Dus die noemt Sils Booster Lash Serum. Heel goeie. Deze is dan Lancôme Sils Booster XL. En dit is dus degene dat ik gebruik voordat ik mijn mascara aanbreng. Waardoor dat het zorgt dat mijn wimpers eigenlijk nog langer lijken. Dus dat is echt een hele goeie ook, als je dat effect natuurlijk wilt. En ze zijn allemaal in stapjes trouwens. En dan stap 3 is eigenlijk gewoon mascara, maar er zit ook een serum in dat tegelijkertijd heel gezond is voor je wimpers en dat je wimpers ook blijven groeien. Dus dat is wel echt 3 topproducten, 3 topmascara's. En die serum is natuurlijk voor in de ochtend of in de avond aan te brengen. Dus ja, I like. Ik ben kei blij. En dan zit er ook dit nog bij. Dat weet ik eigenlijk niet wat dat is. Even kijken. Ah ja, dit zijn zo patches, maar ik heb dit nog nooit gebruikt. Voor degenen die dat weten wat dit is, laat het me weten in de comments, want ik heb geen idee. Ik denk dat het is, als je je mascara wilt aanbrengen, dat je niet met je hand op je foundation zit, waardoor dat je dus vlekken krijgt in je gezicht. Dat denk ik, maar ik ben niet zeker. Ga ik ook eens opzoeken, want nu wil ik dat wel weten voor wat dat dient. Waarom dat daar hierin zit, maar het moet natuurlijk iets te maken hebben met de mascara. Kei leuk pakket ook. Dan hebben we ook nog iets van Benefit. Ja, ook een heel leuk merk. Oh leuk, een holiday gift. Dit is een waterfles. Cool, die ga ik zo meteen open doen. En dan zit er ook een kaartje bij. Hey Sarah, we zijn net wat vroeg, maar Merry Christmas. Geniet van je cadeaus. Ook heel lief. Ik vind die kaartjes zo leuk. Ik denk dat dit een doosje is met allemaal verschillende producten van hun. Ik ga deze even open doen. Oh, zo cute. Oh, zo schattig. Dat zijn stickertjes dat erbij zitten. Hoe leuk is dit? Vind ik schattig. Ja, deze ook waanzinnig goed van Benefit. Dit is een contouring bronzer, die is echt heel goed. En daar zit ook dus een borsteltje bij, waardoor dat je echt heel makkelijk kunt contouren. Dan hebben we een primer, ook een hele, hele goede van Benefit. Heb ik ook heel lang gebruikt. Dan is deze een mascara, Dear Real. Die heb ik ook al gebruikt. Ook een hele fijne om te gebruiken. En dit is natuurlijk, ja, echt een hele, hele goede om je wenkbrauwen in te kleuren. En het is ook mijn kleur, dus dat is echt top. En die noemt Gimme Brow. Zo. En ik heb nummertje 4. En dat is eigenlijk een Brow Volumizing Fiber Gel. Dus dat zorgt ervoor dat dat je wenkbrauwen inkleurt, maar tegelijkertijd ook houdt met een soort van gel. En dat is echt een hele goede om je wenkbrauw in te kleuren. Dus voilà, deze hebben we dan ook. Dan ga ik het andere ook nog even openmaken. Hier zit ook een mascaraatje in. Een goede dikke borstel, wat dat top is voor de wimpers. En dan hebben we ook dezelfde, maar dit is een grotere. En dit is de kleur 3. Dus is eigenlijk ook gewoon heel goed. Ik gebruik kleur 3 en 4, hangt er eigenlijk vanaf. En dan hebben we ook nog een primer. Maar dit is dan meer zo voor een travel case. Dan ga ik nog even de waterfles bekijken. Oh, schattig. Hoe leuk. Echt heel tof. En dan moet je dat open doen. Oei. Oei, dat was niet de bedoeling natuurlijk. Zo. Kei leuk.
ga ik zeker meepakken als ik ga sporten. Ik vind het altijd makkelijk zo van die drinkbekers. En dan hebben we nog een allerlaatste pakket. En dit is wel echt heel, heel cool. Het is vrij groot. Maar dit pakket is van Dior. En ik heb dit gekregen van Tandem. En het is iets heel leuk. Ik heb al gezien wat erin zit, uiteraard. Want de zak is open. Dus ik ga het er even uithalen. En het is een adventkalender van Dior. Met allemaal dus beautyproductjes van Dior. Dus normaal, vorig jaar hadden ze eentje opgestuurd. En dat was allemaal met zo van die mini chocolaatjes. En op het einde zat er dan een cadeautje in natuurlijk. De 24e, als je het luikje opendeed. Maar nu zijn het allemaal dus beautyproductjes dat erin zitten. Ik mag natuurlijk nog niet de luikjes open doen. Maar ik kan het wel al tonen hoe dat het eruit ziet. Dus dit is de adventkalender. Het is gewoon echt prachtig. De design is weer ongelooflijk, zoals ieder jaar. En ik kan gewoon echt niet wachten wat erin zit. Ik ga het natuurlijk niet openmaken, want dat brengt ongeluk, zei mijn mama. Dus dat ben ik niet van plan om dat te doen. Ik wil echt geen ongeluk hebben. Maar ja, ik ben kei benieuwd om het eerste vakje binnenkort te openen. En dan zal ik uiteraard ook tonen wat er allemaal in zit. Maar ik vind hem echt prachtig. Heel, heel tof. En ik denk dat ik hem, van zodra dat de kerstboom staat, ga ik hem naast de kerstboom zetten. Dat lijkt me echt leuk. Ik ga nu even mijn outfit tonen wat ik aan heb. Ik ga daarna vertrekken. Ik ga denk ik vanavond rond zo 5:30 vertrekken naar Antwerpen. Maar ik zal nu even tonen wat dat mijn outfit vandaag wordt. Ik ga deze botjes aandoen van de Attico. Die lopen echt fantastisch goed. Ik heb die trouwens gevonden via Farfetch. Dus ik ga ze even aandoen. Oeh, oeh, oh. Ja, bijna op mijn gezicht gegaan. Ziezo. Dus ik heb dit aan vandaag. Dus ik heb, zoals ik al zei, mijn botjes aan van de Attico. Dan heb ik deze broek aan. Het is een cargo broek, zoals jullie kunnen zien, van de Zara. Het is een heel leuk model en het zit heel, heel comfy ook. Het is zo'n geklederen broek. En dan heb ik deze pull aan. Die is ook van de Zara. En is dus van kleur donkergroen. Vond ik ook wel een heel, heel tof kleur. Ik heb die in de winkel gevonden, denk ik. 2 weken geleden ongeveer. Maar ik ga eens zoeken online of dat er een referentienummer is. Dan kan ik die ook onderaan in de comments even neerschrijven. En dan heb ik deze handtas mee. Die handtas heb ik al heel lang niet meer meegepakt. Maar ik vond wel dat het bij het groen paste. Dus dit is de outfit. En dan denk ik dat ik mijn leren jasje hier ga op aandoen. Maar dat weet ik eigenlijk nog niet zeker, omdat het wel super slecht weer is. En het is vrij koud. Dus dat moet ik nog even bekijken. En dan ga ik nu gaan werken. Ik ga vertrekken. We zijn hier net in Brussel, want we hebben hier een press day. Hallo. Hallo. Hey. Alles goed? Ja. Met jou? Lang geleden. Hey. We zijn vandaag vrijdag en ik ben gisteren mijn vlog helemaal vergeten af te sluiten. Dus dat ga ik nu even doen. Gisteren waren wij dus
bij een PR agency, Brainstorm Communications in Brussel. En zij zijn dus verantwoordelijk voor de PR van verschillende merken, onder andere De Koepels, Cartier, Atelier Palmier en Laurent Perrier. En ja, dat zijn eigenlijk events, persdagen dat zij organiseren. Eigenlijk heel veel agencies doen dat. En dan kunnen dus allemaal content creators langs gaan om dus nieuwe merken te ontdekken. Dat is altijd super interessant als je bijvoorbeeld een samenwerking wilt opzetten met een bepaald merk. Dus dat is wel altijd heel interessant om daar naartoe te gaan. Dit weekend ja, ga ik naar de zee. We hebben 2 etentjes bij vrienden van ons, dus daar hebben we ook veel zin in. Ik wou nog 1 ding zeggen. Ik ben de laatste tijd misschien een beetje afwezig op mijn social media kanalen. Dat heeft ook een reden. Wat ik nog niet kan delen nu met jullie, maar ik ben wel heel druk bezig en vandaar dat ik soms de tijd niet vind om dat echt up-to-date te houden. Dus sorry daarvoor, daar komt zeker en vast verandering in. Ik wou dat toch even zeggen, omdat ik voor mezelf ook voel dat ik een beetje meer offline ben dan andere momenten, andere periodes ook. Dus vandaar. Binnen 2 weken komt er een New York vlog en ik heb kei veel zin om naar New York te gaan. Het gaat er wel heel koud worden, maar ik kijk er echt super hard naar uit. Het is toch al, denk ik, 7 jaar geleden dat ik naar New York ben geweest. En ja, ik heb er heel veel zin in. Wij gaan onder ons 2'tjes, dus ik ga met Vic. En ik heb ook een halve dag een shooting dag gepland. Dus ik neem jullie gewoon mee op mijn New York City trip binnen 2 weken. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Ik hoop dat jullie van deze vlog ook hebben genoten. En dan zie ik jullie binnen 2 weken terug. Bye bye. Dummy. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back.